Hallo allemaal, ik ben Sleutelkraker en in het vorige filmpje heb ik een dimpellok laten zien. Nu heb ik in mijn collectie nog een dimpellok gevonden. Alleen op dit dimpellok staat dat het een SKG2 is, van het merk Wilka. Geen idee waar het vandaan komt. Op de sleutel staat donderssecurity.nl. Het is een dimpellok. In filmpje 4 heb ik uitgelegd wat veiligheidspinnen zijn. Nou, het feit dat hier zo SKG2 op staat, zou kunnen betekenen dat die hier ook in zitten. In het vorige filmpje heb ik een dimpellok opengemaakt. Dus we gaan eens even kijken of we die twee filmpjes kunnen combineren. En of ik kan laten zien wat er dan in dit slot zou zitten of moeten zitten. Even kijken of mijn tension wrench erin gaat. Dan gaan we beginnen. We beginnen op pin nummer 1. Dat is een goede diepe. Pin nummer 2. Een mooi klikje. Pin nummer 3. Helemaal naar beneden. Pin nummer 4. Geeft helemaal niks. Pin nummer 5. Lijkt gezet te zijn. Klein klikje, klein beetje rotatie op de kern. En we hebben een valse set. Nou, ik heb jullie in filmpje nummer 4 uitgelegd wat een valse set is. Je kan nu ook ontspannen. Dan blijft het slot in deze positie staan. Nu is het zaak om erachter te komen welke van de pinnen nog niet gezet is. En dat zien we op het moment dat het slot tegen begint te draaien. Dan weten we welke het is. Nou, op 1 is niks. 2 geeft ook niks. 3 lijkt weer wat omhoog te staan. En als je goed kijkt, zie je dat op het moment dat ik op pin nummer 3 druk, dat dan het slot in tegengestelde richting beweegt. Nou, omdat dit best wel fragiele instrumenten zijn, ga ik jullie een trucje laten zien. En ik hoop dat het lukt. Ik gooi er nog een tension wrench in. En als ik nou pin nummer 3 weer kan vinden. Daar is hij. Dan kan ik hem een beetje helpen door de kern terug te draaien, zonder dat alle pinnen terugvallen. Even zeker weten dat ik goed zit. 1, 2. Ja. Dan zou hij niet moeten komen. En daar is hij. We hebben hem open. Hartstikke bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie wat aan dit trucje hebben op het moment dat je zelf met de dimpelpicks gaat beginnen. En voor nu bedankt voor het kijken en vergeet niet te liken en te abonneren. Tot de volgende keer!